Hallo vriendjes en vriendinnetjes, welkom terug bij Daddy Cool. En vandaag gaan wij lachen. We gaan lachen, we gaan lopen trollen, want we gaan van de radar af en we houden onze wapens. Wat hebben we allemaal nodig, jongens? We hebben een publieke sessie nodig waar we in zitten, een auto zonder verzekering, een straatauto dus, een volledig volle garage onder een high-end apartment. Oké. En straks hebben we ook nog heel even kort de hulp van een vriendje nodig. We gaan naar buiten. Buiten aangekomen gaan wij de auto naast de ingang van de garage zetten. Hier zo. Dit is de plek waar mijn hele vriendin zit. Je ziet, ik gebruik hier de Eclipse trouwens. Je mag ook andere high-end apartments gebruiken, zolang ze maar een animatiefilmpje hebben op het moment dat je je garage binnenrijdt. Dan ben je goed. Nou, meneer, broer, kom er even uit. Ik heb jouw auto nodig, jongen. Niet zeuren, ik heb jouw auto. Oké, wat gaan we doen? We gaan tegen de garage aanrijden. Dat die geeft het signaaltje carriage full. Oké, dan gaan we terug uit. Vervolgens pakken we een handgranaatje. En dan maken we ons klaar om de auto op te blazen. Maar dat doen we nog niet. We gaan eerst nog een random heist joinen. En op het moment dat die joint, gooien we een handgranaat. Gaan we gelijk de garage inrijden. En wachten we tot de auto explodeert. Oké. Joining, granaatje gooien. Wachten. Te wachten. Boom. En nu accepteer je de melding. Oké. Nou, zitten we in een zwart laadscherm. En het zwarte laadscherm is eeuwenduur. Daar kom je niet meer uit. Maar ik ga op de achtergrond ga ik een vriend joinen die bij mij in de sessie zit. En die vriend die heeft een deathmatch gestart. Oké. Hier ben ik nu inmiddels aan het accepteren via de party. En dan krijg je dit scherm. Ja, Xbox gebruikers doen het op een andere manier. Vergeef me. Ik weet niet precies hoe. Maar hoe je elkaar kan joinen. Maar via de PlayStation kan je het via de party doen. Oké, nou, eenmaal in het jobmenu aangekomen, kan je de job gelijk weer verlaten. Die heb je verder niet nodig. En je vriend kan er ook uit. Dat was eigenlijk het enige wat hij even moest doen voor jou. Oké, nou, hij zit nog in de sessie. En inmiddels kom ik ook terug in de sessie. En als je nu zal merken, dan zou je links op de linkerbovenhoek, als je daar naar je namen zou kijken, sta je er niet meer tussen. Je bent echt van de kaart. Je bent helemaal, zit je eigenlijk niet eens meer in de sessie volgens het systeem. Nou, en je bent dus niet meer op de map. Ja, dus deze meneer die zag me ook niet aankomen. Nou, ga ik even snel mijn vriendje zoeken waar die zit, waar die uithangt. Oké, die zit inmiddels hier zo. Bij de helipad heeft dat gedonder aan zijn kont met een... Een paar andere mensen die met een Hydra. Ik ga gewoon even proberen te helpen. Mij zien ze toch niet. Dus op mij zullen ze niet schieten. Nou, leuk jongens. En niet meer op de kaart, hè? Ja, jongens. Niet meer op de kaart. Nou, die Hydra moet dood, jongens. Die jongen, die Hydra moet dood. Hij moet van mijn vriendjes afblijven. Kom niet aan Daddy Cool zijn vriendjes. Oh. Nou, volgens mij is hij al te pakken. Helaas. Even kijken, waar is mijn... Oh, ik zie hem daar aan de kant staan. Aan de kant. Ik ga hem even opzoeken. Kijk, hij staat daar aan de kant. En hij ziet me nog steeds niet, hè? Mijn vriend, die ziet me nog steeds niet. Ik zeg, yo, baat, ik zit in het water. Yo. En toen zag hij op een gegeven moment dat hij in het water beweegde. Maar hij ziet me echt gewoon niet op de kaart. En dan kijken we even of ik God mode heb. Ja, helaas. Dat heb je dus niet bij deze fiets. Je kan gewoon dood. Maar... Je bent van de kaart, je kan lopen trollen, want ze zien je echt nooit aankomen. Ja, ik denk dat jullie heel veel plezier hiervan gebleven, jongens. Hey, Daddy Cool, signing out. Till next time. Ciao.